Hallo mensen van Gekke Gamers, vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe video, een gloednieuwe Skyblock. Mijn naam is Ivo, en ja, zoals ik al zei, we gaan Skyblock doen. Yay! En we doen het op een server en ik speel superhoog. Nee, dat ik vlieg. Hoi! Ja, we gaan wel eventjes uit F5 en F1. Want, we zitten dus op een server, het IP staat in de beschrijving. En ja, op Lemon nog wat, ik weet niet wat het precies heet. Het zal wel ergens in de beschrijving staan of anders in een e-kaartje. In ieder geval, wij gaan zo meteen gaan we dit gewoon helemaal afbouwen. Wat is dit? Dit is een Iron Golem spawner. Voor de mensen die niet snappen wat Skyblock is, dat leg ik je zo meteen wel verder uit in deze video. En wat dit is, dat leg ik je ook zo meteen uit. Het is super handig, zeker weten met onze Iron Golem spawner. In ieder geval, wij gaan gewoon weer verder. En je ziet hier gewoon dat de Iron Golem spawner gewoon werkt. En dat zie je gewoon zo meteen. Hier Iron, en dan gaat het weg. En dan komt het na een tijdje, komt het helemaal hier dan. Dan zit hier allemaal Iron, allemaal van die bloemetjes die ik echt totaal niet mooi vind. Want je kan ze niet verkopen en dat is super naar. Dus ja, eventjes die bloemetjes pakken. En eventjes weggooien, want ja, je kan ze niet verkopen. Ja, je kan ze op /cell 100. Nee, je kan wel één ding verkopen, maar... En als je daar /AH doet, dan staat het hier. Hey, je kan hier 100 voor Poppy. Als je dat aan je vriendin wil geven, nou koop een Poppy. In ieder geval, IP staat dus in de beschrijving. We weten nog niet, ik weet tenminste nog niet, dat ik nog mensen of gewoon iemand gewoon op het eiland laat. Misschien ga ik ooit nog wel zo'n warp-bord maken, ooit. In verre toekomst, dan ga ik dit bord nu ook weghalen, want dit is geen warp-bord. Oké. Dat had een warp-bord was. Ik zou een rek pakken. Ga ik gelijk even doen. Maar dat even terzijde. Zoals jullie al weten heb ik nog steeds vakantie, niet lang meer. Over maandag moet ik alweer in de school. En ja, best wel naar. Het was best wel een leuke vakantie. De vakantie duurde lekker lang en ja, het was echt gezellig. Ik heb met heel veel vrienden, dan doe ik gewoon wat ik kan, vrienden. Ja, ja, gewoon, ik heb gewoon met... Ja, gewoon met vrienden heb ik gewoon dingen gedaan. We hebben heel veel opnames gedaan. Trouwens, over opnames, daar komen we zo meteen even terug. Er zijn heel veel vrienden van mij zijn op vakantie geweest, dus... Misschien komt daar ook nog wel een vlogje van. Dat weet ik zelf zeker. Ik doe even moeilijk, mensen. Laat mij... Want we hebben deze hoppers hebben we eventjes hard nodig. En eten, dat hebben we ook heel hard nodig. Maar dat even terzijde. Dit is een Engelse server, dus als je op de server komt, ga niet Nederlands praten. Hou het alsjeblieft op Engels. En als je mij wilt DM'en, DM maar gewoon. Want ja, ik heb er echt geen problemen mee. Klinkt echt niet vrolijk. Het lijkt net dat die Iron Golem wordt vermarteld. Maar ik zit even na te denken. Hoe ik dit moet gaan aanpakken. Want zometeen komt hier het lava. Iron Golem staat hier. Nee, dat gaat... Wat gaan we... Kom, is de Sirius weg? En dit zit ook niet... Sorry Joey, maar ik ga even de lift ga ik even mollen. Want dit gaat niet werken anders. Zo. Ik wil de
ga ik alles op één aansluiten. En ja, daar zet ik eentje zet ik wat hoger dan de ander. Kijk, dan verspillen we ook geen chest. Ik kan gewoon zo. En dan gaat het gewoon hierin. Dan gaat het gewoon daar. Het gaat gewoon terug naar waar het was. Maar dat even terzijde. We gaan gewoon even verder. Want wij moeten eventjes. Pardon. We moeten dit eventjes gaan maken. Want we zitten hier namelijk nog best wel klem. Ik moet even zometeen voor het water even bijpakken. Nou, ik heb het wel. Alleen, je snapt me wel. In ieder geval, ik moet gewoon eventjes veel iron gaan fixen. Ik weet dat ik nog ergens veel iron had. En ja, kijk, het is heel raar om dit helemaal te zien. Ik denk, Ivo, is dit een eiland? Nee, dit is gewoon mijn eiland. Het is gewoon een eiland dat ik gewoon na... Hoeveel dagen hebben we over gedaan? We hebben volgens mij binnen 2-3 weken hebben we dit gemaakt. Dus dit kan je ook bereiken. Dan heb je kwarts. Even kijken waar ik het iron had neergekwakt. Niet hierin. Daarin. Ik check altijd alles. Kijk, iron. Ik kan het nog goed gebruiken. Ik dacht dat ik nog ergens iron blok zat. Ik zoek ook al de hele tijd zoek al hoppers. Want ik ging de PvP in. Hé, een hopper. En een Iron Golem spawner. Kijk, die hebben we nodig. Die zocht ik. En dan hebben we even... Oh, hier ook gelijk het iron. Hé. Maar ik zocht de hoppers. Want ik ging dus de PvP in. En ik moest eventjes snel. Want anders werd alles werd gedropt. En... Ik weet 100% zeker dat ik de hoppers heb ik weggelegd. Dat heb ik sowieso in een kist gedaan. Maar waar weet ik niet. Nee, hier niet. We moeten het ook nog ooit nog gaan sorteren. Maar we hebben daar nu, ik en een vriend van mij, die heb ik daar gewoon niet heel veel tijd voor gehad. De kans is groot dat wij live gaan. Of we zijn al live geweest. Nee, dat wij live zijn gegaan, ja. Want deze video komt gelijk zonder editing en zo. Want ik ben nog best wel druk. De kans is morgen dat ik nog live ga met een vriend. A.k.a. Joey. Als jullie hem niet kennen, check de vlog eventjes van vestiging. Pokémon Go gingen zoeken. Pokémon. Ik baal er echt van dat ik het gewoon niet meer kan vinden. Trouwens, we hebben hier ook ons Netherward farm. Hier zit het sowieso niet in. Oh my! Serieus, ik zocht de hele dag zocht ik naar die adem. Naar die hoppers. En ik kon ze maar niet vinden. En ik heb ze nu gewoon gevonden. Are you kidding me? What the fuck? Wat doen jullie hier? Wat deden jullie daar? What the fuck? Mijn obsidian en mijn kisten? What the fuck? Nou, heb ik dat ook weer gevonden. Hey, hoe is het? Ik was eigenlijk van plan om gewoon hoppers te maken. Klinkt niet gezond. In ieder geval. Wij gaan gewoon niet verder. Dan doen we zo. Even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Zo. Ja. Even kijken dat het nu werkt. Even kijken dat dit eruit ziet hoe ik het eruit wil zien. Ja. Oké, nice. En dan doen we die daar. Op. Gewoon een beetje alles tegen elkaar plakken. Een beetje alles bij elkaar flansen. Zou het goed moeten komen.
Maar de Island Golem Spawner werkt in principe hetzelfde, alleen ik heb nu even het water weggehaald. Want ik moet zometeen ook nog het lava plaatsen. Het gaat echt nog wat worden, want dan ga ik sowieso in de fik staan en heb ik nu al geen trek in. En die staat al verkeerd. Kak. Kaki, kak, 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 kak. Jij gaat daar. Tien, tiri, tien, tien, tien. Maar ik heb een goede vraag voor jullie en dat is: hebben jullie zin in, of als jullie nog niet op school zitten, hebben jullie al zin in school? Ik totaal niet, want ja. Ik kan veel beter video's maken, ook al heb ik dat amper gedaan deze dagen, maar ja. Ik denk dat het wel goed is. Oh nee, er mist hier nog. Mist hier nog een hele rij. Hup. Hop, hop, hop. Slash. Home, dan moet ik wel wat langer wachten, maar daar heb ik het maar wel voor. Zo, en dan kom je in de AFK-machine. Hallo. En dan ga je in het water. In die water. En dan koop ik ook mijn lava. Ik voel je bent echt zo snug. Moet je weer zoeken voor die lava buckets. Ik voel me echt zo stom. Maar ja. Dus ja. Ik heb gewoon geen zin in school. Ook al is de school waar ik op zit niet het slechte school. Het is in principe de leuke school. Allee, maar het gaat niet zoals ik wil. Het is niet iets van, hey, ik ga naar school. Allee. Nee, het is echt meer van, ik ga naar school omdat ik weer wat moet gaan leren. Mijn leven gaat stuk. De info is in elke school. Fuck dat. Bij mij is het nog erger. Oké, zou de Iron Golem. Oké, als het lava is verspreid. Kijken. Oké, ja. Die beacons staan naar boven heel mooi. Als jullie zo meteen willen zien, dat wordt zo geregeld. Maar, dan ga ik jullie wel eventjes snel even laten zien hoe je dit maakt. Heel simpel, je pakt drie willekeurige blokken. Eentje mag je zelf verkiezen, dat wordt namelijk de rand. Die andere moet je een slab hebben. En je hebt een bord nodig en je hebt water nodig. Het is best dat je dit in de normale wereld doet dan in de andere. Dus ik ga gewoon... Heb ik nog emmers? Ja, ik heb emmers. Let op, dan leg ik het eventjes hier uit. Wat doe je? Je maakt een plateau van, laten we even kijken, 3 bij 3. Dus 1, 2, 3. Dan moet je deze stellen, dat is 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, dan weet je dat er vast, hey. En dan moet je in het midden, moet je van 2 blokken breed, 2 blokken de lucht in. Moet je hem dus maken, dus gewoon een soort van uitstekel. Klinkt heel erg vaag, ik weet het. Dan doe je aan een willekeurige zijkant, doe je een sign. En dan moet je precies in de hoek waar de sign staat, dus als je sign aan die kant staat, dan moet je hier al je ding plaatsen, geldt hetzelfde als die. En als je sign aan deze kant staat, of aan deze kant, dan zou ik hem hier neer doen. Wat je dan doet... Eerst je plaatst het water hier bovenop. Dan stroomt het water alle richtingen op. Gewoon dat die gewoon hier komt. Gaat hij hier weer omhoog. Eén wat je hoeft te doen is hier op te staan. Ik kan mijn handen los. Dit is gelijk opgenomen. Moet ik wel even goed staan, Jezus. Ik kan mijn handen los. En let op. Rad, nu weer ga je weer omhoog.
Hoe kan dat? Dit is een reden waardoor je niet kan geband worden als je AFK staat. Dus als jij al je een Infinity Water Source hebt gemaakt, maak gelijk dit. Dat is super makkelijk om te maken. Of als je gewoon een normaal Minecraft speelt, doe dit ook gewoon. Want het is gewoon makkelijk. Gewoon een slab, een sign, blokken. Laten we zeggen 3 plus 3, F12. 12, 13, 14 blokken heb je in principe nodig. Als je in de lucht zit, dan heb je ook nog voor de onderkant heb je ook nog blokken nodig. Maar ja, dat is een ander verhaal. Plus hout of steen. Ik vind het hout vind ik mooier staan, dus ja. Dus ja. Ik ga dit eventjes offscreen verder doen. Morgen krijgen jullie veel meer te zien. Tenminste, hopelijk, als ik dan live ga. Ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken. Wil je een missie, smash even een blauw duimpje omhoog. En halen we de 5 likes. Dat zou super chill zijn voor deze allereerste skyblock op dit kanaal. Zoals ik zei, smash even een blauw duimpje omhoog. 5 likes is zo snel mogelijk een nieuwe. En morgen gaan we dit livestreamen. Hopelijk, als het lukt en als iedereen wil. Dus ja, tot morgen maar. Tot een nieuwe video. Peace. Of een livestream. Later.